Eddie Arnold, Hank Snow en natuurlijk Elvis. De grootste muziekhelden van de country en de rock'n'roll. Allemaal begonnen als kleine jongens hier in Nashville. Maar er is één man die ze groot heeft gemaakt. De grootste popmanager aller tijden. Colonel Tom Parker. Hij is geboren als Andries van Kuik in 1909 aan de Vlassak in Breda. Hit him, Lee. I fell into a burning ring of fire. Nashville, Tennessee. De plek in Amerika waar muzikaal talent wordt geboren. En de stad waar Dries van Kuik wereldberoemd zou worden. Eerst als manager van countrysterren, maar later als zakelijk leider van een jonge rock'n'roll zanger. Maar liefst 50% van de inkomsten van deze muzikant eigende Andries van Kuik zich toe. Misschien ook wel een typisch Nederlands trekje. Laat ik dat ook maar eens uitproberen. Lee, you're a great player. Do you have a manager? No. Maybe I could be your manager. Maybe so. Because we Dutch were very great in it. That's true. Okay, Lee, then I get your 50%. Things have changed. Andries van Kuik, alias Colonel Tom Parker. Geboren in Breda in 1909. Maar de rest van zijn levensgeschiedenis is grotendeels in nevelen gehuld. Mijn zoektocht begint in 1929, toen hij als 20-jarige gast plotseling uit de stad vertrok. Stadsgids en Elvis-kenner Elle van Nispen weet me gelukkig toch nog van alles over deze Brabantse held te vertellen. Waren dat nou pushfactoren? Moest hij weg? Of longte het grote avontuur? Nee, echt het avontuur. Hij was gewoon, Breda is te klein, was klein voor hem. Hij had een goede haalbare handelsgeest en hij wilde geld verdienen. En in Breda kon dat niet. Hij was in Breda bekend als een boefje, zeg maar. Een beetje ondeugend mannetje. Iedereen voor de gek hield met zijn handel. Dus hij wilde ook echt weg. En toen hij dus eindelijk in Rotterdam aan de haven ging werken en hij die prachtige schepen allemaal zag, nou, toen heeft hij op een gegeven ogenblik gedacht, nou, nu of nooit. Van, nou, als ik nu niet ga, dan komt het er niet van. Dus de eerstvolgende volgend schip wat naar Amerika voer. Daar is hij opgesprongen. Alles schepen achter zich verbrand. Alles. Het is een verhaal wat hier wel eens in Breda speelt. Van, er is ooit eens in de Bosstraat een moord geweest op een groentevrouwtje. En dan wordt hem in de schoenen geschoven, terwijl hij al lang en breed uit Breda weg was. Maar hij was gewoon ineens vertrokken. Dus en dan gaan de mensen toch allemaal dingen vertellen. Maar dat is, nou, ik geloof niet dat dat waar is. Breda was te klein voor hem. Breda was gewoon veel te klein voor hem. Via een oom gaat de jonge Dries aan de slag in de Rotterdamse haven. En daar ziet hij de wereldschepen af- en aanreizen. Dries is een avonturier. En zo besluit hij zijn geluk in Amerika te gaan zoeken. Huis en haard achterlatend. Maar er is een probleempje. Een paspoort heeft Dries niet als hij de grote oversteek waagt. Toch lukt het hem om als illegaal in Amerika binnen te komen. Daar aangekomen meldt hij zich als vrijwilliger aan bij het Amerikaanse leger in de hoop Amerikaans staatsburger te worden. Hij wordt gestationeerd op Hawaii. Hier vandaan stuurt hij in 1932 een brief met foto naar zijn moeder in Breda. Moeder, ik weet niet veel nieuws. Echt erfgoed, zeg maar. Ja. Hier is hij geboren en de familie Kuik heeft eigenlijk oorspronkelijk 9 kinderen gehad, waarvan hij de 7e was. Er zijn er 2 helaas overleden, maar hier is hij geboren en dit was dus een boven de stallen. En
De stallen waren dus de paarden van Vergent de Loos. De vervoersdienst. Ja, want zijn vader was dus koetsier en stalhouder. Oh ja. En hij heeft dus op een gegeven ogenblik... hij was helemaal gek van circussen, want die kwamen hier altijd. Circus Bever had een opslag hier voor hun apparatuur en alles wat ze hadden. En hij heeft gewoon van goed afgekeken hoe ze dat allemaal deden. En die heeft die zware paarden heeft hij gedresseerd. En zijn broertjes en zusjes mochten al voor niks kijken, maar de kinderen in de buurt voor een cent. Zo begonnen al zijn handels... Een soort Pietje Bel, zeg maar. Ja, ja, zo kan je het wel zeggen. Wat hij ook heeft gedaan, dat is ook prachtig. Hij ging mussen vangen en die schilderde die dan in allerlei kleuren en die verkocht hij als kanariepietjes. Geld verdienen door paarden te dresseren en mussen te schilderen. Wat een creatief handelaartje in de dop eigenlijk. En die geest blijft hij behouden. Ook al zit het in Amerika aanvankelijk helemaal tegen. Want na een tijdje wordt hij oneervol ontslagen uit het Amerikaanse leger. En dus krijgt hij niet zijn zo felbegeerd Amerikaans staatsburgerschap. Hij leeft stateloos, zonder paspoort. Hij gaat aan de slag in een circus als dresseur van paarden. Al snel richt hij zich ook op het managen van de aanwezige circusartiesten. En zo komt hij in contact met de muziekwereld. De muziekbusiness is eind jaren 30 door de opkomst van de radio enorm booming. Daarom verhuist Dries naar het hart van deze industrie, Nashville. Daar contracteert hij in 1939 zijn eerste echte grote artiest, Gene Austin. Diens carrière zit dan in het slop, maar dankzij het management van Dries reist zijn ster opnieuw. En zo vallen de kwaliteiten van de man achter de schermen op in muziekstad Nashville. Steeds meer sterren komen in zijn stal. In 1953 contracteerde hij Eddie Arnold. En een jaar later Hank Snow. I have the invitation that you sent me. Vaste contracten onder zijn vleugels. Hij kon er enorm veel geld mee verdienen. En één jaar later kwam er een nieuwe gast in zijn stal. Met een totaal andere muziek. Elvis Presley. Andries van Kuik ziet meteen het talent van deze jonge rock'n'roll zanger en biedt hem zijn diensten aan. Maar in ruil hiervoor wil hij 50% van de opbrengsten van zijn songs ontvangen. De minderjarige Elvis gaat akkoord en daarmee wordt er een uiterst succesvolle samenwerking van vele jaren beklonken. En de rest? Wel, dat is geschiedenis. In het upcoming Nashville gaat het Dries van Kuik behoorlijk voor de wind. Hij brengt zijn artiesten tot ongekende hoogte. Maar de manager achter die wereldsterren treedt zelf amper in de openbaarheid. Bang voor justitie, om als illegaal het land uitgezet te worden? Is het daarom dat hij zijn naam verandert in Colonel Tom Parker? Zelf blijft hij de grote onbekende. De Colonel. Gevangen in zijn eigen leven. Er zijn nog maar weinig tastbare bewijzen van zijn leven te vinden. Behalve dit leegstaande huis in Madison, vlakbij Nashville. Ik heb afgesproken met de huidige eigenaar, advocaat Mark North. Morning. Hi, good morning. Welcome to the Colonel's house. Thank you. Whoa. This is Colonel Parker's home and office. This is where the most successful partnership in entertainment history. He lived here was headquartered. Well. He lived here and his office was here. Okay. And the fan club mail came here. All of that was headquartered right here in Madison, Tennessee. I believe in the man in the sky. I believe with his hand I'll get by. My footsteps may falter, my eyes may grow dim, but he's my Gibraltar, I'm trusting. But the cabinets are original, the swinging door is original. Als je in dit huis rondwaalt, voel je gewoon de muziekgeschiedenis. Mark neemt me mee naar de kelder, waar die geschiedenis nog tastbaarder is. Alles.
werkelijk alles is hier nog original. But the countertop is original. The candy stripe barber pole is original. It's a wet bar. You can almost see them gathered around. Man, I feel it. Yeah, I mean, you can. It's really a neat place just to sort of come down and hang out and visit. Keep an eye. Yes, I'm singing his praise till the end. So the next room we'll go into was the Colonel's office. Here. And right downstairs. Here. Downstairs. Downstairs. Okay. And the legend is that this is where the Colonel took the call from the Ed Sullivan Show. Where Elvis and Frank Sinatra. Well, and they were going to schedule Elvis, and yeah. and they said, you know, Colonel, we want Elvis on the show, and we'll pay him, you know, $50,000 or whatever, more than we've ever paid anyone else. And the story is, the Colonel said, "That sounds good for me. How much for the boy?" I'll be sad and blue, crying over you, dear. Now, something neat, this area is all built in, little mail slots, that sort of thing. And if you look real close, I think this might be Eddie Arnold's slot. I guess it is. Yeah. Eddie. Be careful. Oh, sorry. Eddie Arnold. Yes. There is a medicine cabinet right in this bathroom. Oh. Right? It is right here. I'm going to show it to you. Okay? That we just didn't, you know. I mean, it doesn't have anything, you know, I don't know, controversial or odd, but it is obviously dated from the time the Colonel was here. Picture of Elvis and the Colonel that was taken right here. Right here, and you know it's here because you can match up the knots on the wall with the picture, and you can tell that it was taken right in this location. One of the famous pictures. Famous picture of Elvis Presley and Colonel Tom Parker. En plotseling doe ik een fantastische ontdekking. Toch nog een klein stukje Nederland in dit verre Amerika. Hey, look at this. Here, right? Yeah, from Holland. This is Dutch, with the Mills, Delft blue. It is. It's original. That was there when we moved in. So Colonel Tom Parker stood here, maybe a bit homesick, pondering about his youth in Breda, Rotterdam. My God. A little bit of home. Nou ja, Delftsblauw behang in Madison, Tennessee. Het knap zoals hij dat allemaal gedaan heeft. En dat hij bij alle artiesten in Amerika heel hoog in het vaandel stond. Iedereen, ja, wat ik net al zei, liep met hem weg. Hij was gewoon heel aardig en hij was vriendelijk en hij was altijd heel hartelijk. En dus Dries van Kuik, Tom Parker, een man met een enorme zakelijkheid, een handelsgeest, ondernemingszin, vrije geest ook. Allemaal en die combinatie was allemaal hier in Breda begonnen. Dus hier in Breda begonnen, ja. Dries van Kuik, geboren in 1909 in Breda en gestorven in 1997 als Colonel Tom Parker in Las Vegas. Uitgeroepen tot de grootste muziekmanager aller tijden. En daarmee is hij voor mij een echte Brabantse held.